hebben in de barakken. Wie zwaaien? Ik zie handen in de barak. Hallo. Bon dia. Hallo. Je maakt je maar een firma gedaan. En waar wel? Van welk punt wel? Hier niet. Ja, maar van welk punt wel? Waarom? Waar wel? Nee. Op deze mag terrein niet. Mag niet. Nee, op de terrein niet, maar ik mag wel. Nee, nee, ook niet. En welke verordening staat dat dan? Want het wordt wel... Het is heel onduidelijk, hè? Ik hier is een privéterrein. Hier is een privéterrein. Ja. Mag niet. Zeg het mevrouw. Laat het maar. En waar is het openbaar terrein? Wat vind ik dan? Hier allemaal is het terrein van de gevangenis. Ja, dat is een vraag. De vraag waar begint het openbaar terrein? Dan ga ik gewoon daar filmen. Dat geeft het mee. Als u een regel heeft dat het niet mag, ik weet niet waar het staat. Maar dan wil ik dat best aan geloven. Maar ik heb het minister Dirigori ook al een keer gevraagd. En die zegt ook, ja dat weet ik niet precies. Hoor, ik weet het. Kijk, zo kan ik ook niet werken. Ik moet ook niet werken. Ja, per maal. Mag ik niet openbaar. Oké, dus dan ga ik vanaf de openbare weg. En als ik vind dat het niet mag, dan moet iemand sturen die me dat laat zien. Want ik vind het ongelooflijk ingewikkeld. Ik kom ook in de gevangenis om te filmen, dan mag het wel. En als ik ineens onaangekondigd hier van buiten een shot ligt, dan mag het ineens weer niet. Ik snap dat niet. Ik vind dat heel onduidelijk. En als u de regels duidelijk maakt, dan hebben we ook nooit een probleem, toch?